Mijn naam is Robert Wapstra, ik ben directeur van Edele Carpets en Edele Yards. Edele Carpets is een tapijtproducent van wollen en polyamide tapijten. En Edele Yards is een garenproducent van zowel polyester als polyamide garen. Innovativiteit is een onderdeel wat goed bij ons past, dat kenmerkt ons. En vandaar dat de koppeling naar Good Practice snel is gemaakt. De campus bestaat al meer dan 100 jaar en in de loop der tijd hebben wij onszelf meerdere keren opnieuw moeten uitvinden, ons moeten aanpassen aan gewijzigde marktomstandigheden. En als we het nu hebben over circulariteit, over duurzaamheid, dat is een hele belangrijke maatschappelijke ontwikkeling waarbij we onszelf ook opnieuw hebben moeten uitvinden. Wat de campus bijzonder maakt is dat wij begonnen zijn aan het einde van de circulaire loop. We zijn gestart met het eindpunt met de recycling. Dus wij hebben gesproken met recyclers en gevraagd hoe moeten wij ons tapijt ontwerpen om daadwerkelijk te kunnen recyclen. En dat was onze eerste stap. En daarna zijn we teruggegaan in de keten en alle productiestappen hebben we doorlopen. Wat ik andere ondernemers mee wil geven is dat je het niet alleen kunt. Je kunt niet alleen duurzaam ondernemen. Je moet het als team doen. Als team binnen je bedrijf, maar ook met andere bedrijven. Want je bent aan het innoveren en er zijn geen gebaande paden. Als tweede tip wil ik meegeven dat je niet moet gaan voor snelle korte termijn winsten, maar je moet gaan voor de lange termijn, want je investeert in je toekomst en die betaalt zich uit op de langere termijn. En tenslotte, begin nu.